Hallo allemaal, happy Monday! You just give me a... Om deze weekvlog lekker gezellig en positief te beginnen. Ik heb super veel leuke hoesjes gekregen in samenwerking met Burga. Ik krijg zo vaak de vraag waar een hoesje van zijn. Ik heb echt heel veel hoesjes van Burga. En ik heb ook aan de mensen omheen Burga hoesjes gegeven. Omdat ik gewoon echt mega fan ben. En ik er heel veel heb. Dus ik dacht, let's sharing. Sharing is caring. Nadat de Burga hoesjes echt super mooi zijn. Zijn ze ook goed van kwaliteit. Ik ga even een paar leuke hoesjes laten zien. Die ik dus weer heb mogen ontvangen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie natuurlijk een kortingscode geven. Met de kortingscode Sara Verwoerd krijg je 15% korting. Alles staat ook in de beschrijving. Dus kan je alles even checken. Ze hebben zoveel leuke kleurtjes. Dit is het eerste hoesje. Deze vind ik sowieso echt heel mooi. Kijk, deze is dus zo. Het heeft eerst echt een beschermend hoesje. En daarna doe je deze erop. Hierbij passend heb ik dus ook weer zo'n ringholder gekregen. Heel erg mooi. Dus die ga ik erop doen. Die vind ik echt super chill. Die heb ik dus ook op een ander hoesje. Blijft super goed plakken. En dan kan je hem dus zo vasthouden. En dan is het minder zwaar voor je pink. Want anders draag je pink hem dus altijd. Dus kan je gewoon lekker zo vasthouden. Had ik ook bij dit hoesje. Deze heb ik heel veel gedragen. Dus ook een superleuk geel kleurtje. Lekker vrolijk. Lijkt een beetje op zonnestralen. En ik heb dit hoesje voor mijn moeder. Deze heb zij uitgekozen. Ook een wat rustiger kleurtje. Maar ook echt heel mooi met dat marble. En dan heb ik... Ja, het wordt altijd heel mooi verpakt. Dus je kan het ook echt leuk als cadeautje geven. Kijk, het wordt echt helemaal zo verpakt. Dit roze hoesje. Nou, echt allemaal leuke kleurtjes. En dan heb ik ook een hele leuke laptopcase. Even eentje voor de afwisseling. Ik heb er namelijk ook een van Burga. Ik ben heel blij dat ik deze samenwerking kan doorzetten met Burga. Omdat ik echt super grote fan ben van hun producten. Hetzelfde als mijn telefoonhoesje. Helemaal cute met elkaar. Ik kom helemaal in stijl. Dus ja, dat waren de producten die ik heb uitgekozen. Ik vind de kleurtjes echt helemaal leuk. Vergeet zeker niet de link in de beschrijving te checken. En mijn kortingscode te gebruiken, Sara Verwoerd. En dan krijg je 15% korting op je bestelling. Dat wil ik even met jullie delen. En dan gaan we nu lekker door met weekvlog. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe week. Het is vandaag maandag. Ik sta mijn camera en kleding op de stoep. Ik ga namelijk naar Bo toe. En daar gaan we even een naked shop log filmen. Spullen. Ready. Hoop ik schreeuwt het niet. Ja, en daar scheurt hij. Oké, ik ga eerst even mijn camera in mijn auto leggen. Het is 2 huizen verderop, maar ja, ik ga niet met al die spullen over straat sjouwen. Hihi. Het past. Top. Dan gaan we nu naar Bootje. En daar ben ik bij mijn 1 minuut. We hebben dus allemaal leuke items geshopt. En ik kan niet wachten om ze allemaal aan te trekken en aan te zien. Oh, ik stink zo uit mijn mond naar koffie. Niet zo... Koffie. Wat een heerlijke dag is het vandaag. We met elkaar zijn en dan hebben ze 2, 3 kinderen en dan gaan ze uit elkaar. Denk, fuck. Ja. Is het tot? Wie heeft dit ook altijd? Dus als je auto instapt dat hij keihard die muziek gaat afspelen. Oh shit, ik heb geen poeder op gedaan. Glim aan alle kanten. Nou. Goeie. Kijk, de grap is dat ik er zeg maar nu ben. Oeh. Ja, ik woon echt een paar huizen van elkaar vandaan. Dus dat is echt een joke. Maar ja, het is wel chill. Hashtag being lazy as fuck. Gezellig bij Bo. Bo is gewoon helemaal naakt hier. Nou, oké. We hebben dus net een video opgenomen. Een naked video. Fucking veel leuke items. Dus ben je benieuwd? Check zeker de video. Eén daarvan is dit topje. Deze tas. Oh, je ziet een beetje mijn BH er doorheen. Hoe geweldig is deze tas? Nou, allemaal leuke dingen. Check de video. Staat al online. We gaan even lekker lunchen. Het is 12:30. Even lekker lunch halen en maken. En ja, vanmiddag moet ik weer aan school. Oh, we hebben een lunch gemaakt. Nou, oh, zo lekker. Niet normaal. We hebben dus komkommer uitgehold, dan rijst, zalm, lekker met sriracha, mayo, bosuitje. Ah, helemaal genieten. Lekker. Ik ga het even voor jullie proeven. Ik heb dit dus nog nooit op. Nee. Lekker hè? Niet normaal. Dit is echt top. Heel lekker. Het eet ook echt handig eigenlijk. Ja. Ik ga gewoon een kopje Duitsland pakken. Ja, ook ook. Jongens, dit moeten jullie maken. Dit is trouwens gewoon gerookte zalm. Hij moet inderdaad wel voor het sirupje bij. Ja. Ja. Lekker hè? Ja. Beter. Heerlijk productieve dag. Lekker video opgenomen. Weekvlog geëdit. Bezig met school. Zometeen lekker sporten. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb even een lekker koffietje voor mezelf. Vanavond ga ik waarschijnlijk nog even lekker een drankje doen met Bo. Dus dat is ook helemaal gezellig. En het is echt ja, heel mooi weer, maar ik merk er niks van. Nou, ik heb wel even lekker bij te kunnen lunchen met Bo. Dat was wel even gezellig. Wat met die duim zo? Wat is dit nou weer? Ik vind het zo lelijk, die krab op mijn gezicht. Dus dan dus vannacht gedaan in de slaap. Thanks bro. Ik ben in mijn bed chips aan het eten. En aan TikTokken. Love life. Bo en ik zijn trouwens niet meer wat gaan drinken. Want ja, het werd echt helemaal niet mooi weer meer. Het ging een beetje afkoelen en zo. En het was net ook aan het regenen. Dus ik dacht van nou fuck it. Ga niet meer. Ik hou echt van dit soort chips. Van die luchtige. Veel lekker. Ik ga even Gossip Girl kijken denk ik. Oh ja. Het voelt nu zo anders. Maar omdat het al 9 uur echt pikken donker is. Nu 10:15. Maar mijn gevoel is het echt al 12 uur 's avonds. Omdat het al zo lang donker is. Vet, vet raar. Moet er echt nog aan wennen. Ach, leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik heb lekker mijn sportkleding aan. Nou, hier nog een vest. Maar ik ga even op de scooter. Want het weer is best wel mooi nog. Ik ga even lekker sporten. Het is nu 10 uur of zo. Beetje laat. Ik wil eigenlijk eerder, maar het lukt me nog niet helemaal. Ik moet even een beetje in de ritme komen. Ik heb hier dus die krab. Ik vind het zo lelijk. Ja. In ieder geval, ik ga even lekker sporten. En daarna moet ik weer de hele dag aan school. Yes. Zin in. Oké, het is inmiddels alweer avond. Ja, ik heb de hele dag gewoon de hele dag aan school gezeten. En ik ga nu de voetbalwedstrijd van Stan kijken. Dus een oefenwedstrijd. Volgens mij staat hij er alleen niet in. Maar ik ga met Nina en Anne gewoon even gezellig kijken. Dus helemaal prima. En morgen ga ik lekker weer een dagje naar kantoor. Daar heb ik echt zoveel zin in. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is al 8:45 en ik ben al in Amsterdam. Want ik ging vanochtend gezellig met Stan mee reizen. En ik heb nu even een kopje gehaald. Want het was echt wel wat eerder. Ik heb nu al koffie gemorst voor mezelf. Jee, maar ik zit hier echt heerlijk in het zonnetje, love it. I'm serious, I'm with Maggie. En we gaan lekker sporten. Ja. Wat echt om de hoek bij ons kantoor zit, is een Trainmore. En daar werkt Maggie de vriend. Boyfriend. En I never trained here, so I'm very excited. It's gonna be nice, it's gonna be nice. And we have leg day. Woehoe. Spannend, spannend. Het is alweer 6:30. Het was echt wat fucking laat op kantoor gebleven. Wel gezellig. Het was echt weer zo top. Heb ik gevlogd? Oh, even op mijn telefoon. Ik heb lekker gesport bij Trainmore. Want daar werkt dus de vriend van Maggie. En het was fucking chille sportschool. Het is ook wel een dure sportschool. Maar echt fucking top. Echt zoveel zieke apparaten die de basic niet heeft. In ieder geval mijn basic niet heeft. En nu ben ik naar huis aan het rijden. Ik ga lekker eten. En vanavond ga ik Stan ophalen bij Arena bij Ajax. Please go on green. Yay. Dus ja, ik heb vaak verhongerd. 6:30. Zin in eten. Hoi, ik heb een vlogcamera niet mee.nl. Maar we zijn bij de Burger King. Ik dacht, een leuk mini-meerpingetje. We hebben een wopper met kaas. Ze hebben meteen meuk erop geflikkerd. Ja? Ja, gewoon echt meuk. Oh. Dat was echt duur. Dat was €6,70 per burger. Oh, wat is dit groot. Oh, dit is gewoon heel avondeten. What the fuck? Ik dacht dat het gewoon zo'n klein burgertje was. Daarom is het zo duur. Jezus. Wel goed hoor. Mm. Zo, ik moet wel dik slikken man. Wow. Het is bij mij wel heel brok. Sla erop. Mm. Oh ja, hier hebben ze elk van die... zo'n smaak van zo'n burger. Noem je dat? Geen idee. Flame grill. Zo'n grillsmaak. Ja. Maar is een cheeseburger dan ook zo groot? Hebben ze dat hier? Volgens mij wel. Ik weet niet. Mmm. Hij is wel afpakken lekker. Ik wil niet veel zeggen, maar... Heb ik het had gezegd. Maar ik heb stand opgehaald bij Ajax. Vandaar dat we bij de Burger King zijn. Ha. Ik moet nog even eten. Mm. Oké, heb je daar maar van die eetenten? Mm. Buiten en binnen. Oh. Ik ben altijd fucking druk. Mm. Zo ja. Jongens, ligt aan mij even het break-up season. Want ik hoor zoveel mensen die uit elkaar gaan. Fuck. Nou, oké. Okay. Wat? Dat is echt zo. Ik hoor zoveel mensen. Ik heb nou echt meer mensen gehoord. Gewoon 5 of zo. Ik ben benieuwd binnenkort. Nou, wat binnenkort? Ik ben echt weggeschroomd. Ja, what the fuck. Ik heb toch honger. Een beetje wel. Een whopper met kaas. Misschien hebben ze geen cheeseburger, maar alleen whopper met kaas. Let me know in de comments. Ik zie er echt niet uit. Holy moly. Goeie. Het is echt lekker. Het is echt meer een burger. Ja, maar is te groot. Ja. Ze kunnen beter iets kleiner maken. Ik vind Mackie lekker. Klopt. Die cheeseburgers van Mackie. Lekkere dingen. Die Trainmore is een mooie sportschool, is niet normaal. Goed hè? Zo nieuw en schoon. Ik woon nog wel een keer in Amsterdam sporten. Ja. Misschien moet die gasten van stage keer naar werk. Mm. Maar dan moeten we wel allemaal basic fit dingen hebben. Zodat je pas een keer kan eten. Ja, want zij zeiden het ook al. Als je nu een nieuw basic abonnement aansluit. Jongens, hoe raar. Je kan niet meer bij meerdere. Ik vind het zo raar. Nou, alleen als je een premium account neemt. Dus dan willen ze dus mensen supporten. Ja, betaal je dan 40 euro? 30. Nou. Dus ze willen gewoon supporten dat mensen meer gaan betalen. Maar dat was de hele formule van basic. Goedkoop en je kon overal sporten. Dat was zeg maar het ding. Ja, dat is weg nu. Nou, ze gaan het merken, hè? Ze gaan het merken. Wel, wat kost 40,50 in de maand? Die sportschool. Trainmore. Nou, dan heb je het simpele abonnement en dan heb je dus maar 1 locatie. Ja, dat wil je niet. Nee. En anders moet je echt 80 euro betalen. En mag je dus overal, maar het is wel echt next level. Fucking mooie kleedkamers gewoon al. Gewoon alsof je in een hotel zit. Goed sauna waarschijnlijk bij alles. Nou, Little McBang, hope you enjoyed. Ja, het is alweer 6:30. Het was echt fucking laat op kantoor gebleven. Wel gezellig. Het was echt weer zo top. Heb ik gevlogd? Oh, even op mijn telefoon. Ik heb lekker gesport bij Trainmore. Want daar werkt dus de vriend van Maggie. En het was fucking chille sportschool. Het is ook wel een dure sportschool. Maar echt fucking top. Echt zoveel zieke apparaten die de basic niet heeft. In ieder geval mijn basic niet heeft. Dus ja, dat was echt top. En nu ben ik naar huis aan het rijden. Ik ga lekker eten en vanavond ga ik Stan ophalen bij Arena bij Ajax. Please go on green. Yay. Dus ja, ik heb vaak verhongerd. 6:30. Zin in eten. jullie beseffen zeg maar niet mijn obsessie met het Starbucks. Sinds ik echt op 10 ben of zo. En daarnaast mijn obsessie met koffie. En daarnaast mijn obsessie met pumpkin spice latte. Dit is gewoon, oh my god, dit maakt letterlijk mijn dag. Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan. Ik ga morgen weer. Morgen ga ik pumpkin spice latte halen. Holy shit, deze is lekker. Oh my god, jullie moeten dit proberen. Dit moet je gewoon proberen, gewoon klaar. Er is geen discussie. Oké, ik heb gewoon meteen een TikTok van gemaakt. Dus jullie dit nu moeten halen. Want ik was zo enthousiast. Ik dacht, jullie kunnen niet een week lang dit missen en dit niet halen. Why is it so good? So good. Misschien ben ik echt veel te overhyped en veel te overdreven. But I love it. I love it. Zo, ik heb even heerlijk lekker gesport. Dat is echt top. Even lekker upper body. Ik heb altijd zo'n helemaal zo'n trillerig gevoel als ik bovenlichaam heb gesport. Echt gewoon geen kracht meer, maar dan heb je wel lekker gesport. Het is 5:30, ik ga nu naar huis. Dan gaan we zo meteen denk ik lekker eten. Dus we hebben gewoon lekker HelloFresh. En ik ben zo blij dat ik even eruit ben gegaan, want ik voelde me zo kut. Ik voelde me niet kut, maar ik voelde me niet zo productief. En nou, niet echt heel veel gedaan. Echt in totaal misschien een uurtje aan school gezeten. En ik kwam er gewoon niet in. Ik denk, ik kan hier wel nog tot 5 uur gaan zitten wachten om te gaan sporten. Maar dan ga ik alleen maar Gossip Girl kijken en niet aan school. Weet je, je kan jezelf niet dwingen om elke dag aan school te zitten. Dat kan gewoon niet. Blij dat ik even er tussenuit ben gegaan. Even lekker mezelf op verwend met Starbucks. En lekker weer gaan sporten. Ik hoop, ik wil morgen een keer die Starbucks aan, maar dan pumpkin spice latte. It's my fucking fave. En de summer days are official over. Het is alleen maar aan het regenen. En fucking stom. Nou, herfst is ook wel weer iets koud. Ik vind herfst en winter niet erg tot december. Als ik januari, februari word, ben ik er zo klaar mee. Echt, gadver, I fucking hate it. Ik moet eigenlijk gewoon in januari gewoon even lekker een weekje op vakantie. Echt. Moet ik gewoon doen, waarom niet? Ja, dan moet ik alleen gaan. Nou ja, boeien. YOLO. Ik ben thuis en ik zag een vet groot pakket van Chiquelle. Met allemaal leuke herfstitems. Nou, we zijn vandaag helemaal in de herfstvibe met de pumpkin spice latte. Dus daar kunnen de leuke nieuwe herfstitems ook wel lekker bij. Dus ik ga ze even aantrekken. En laat zien aan jullie. Ja, je ziet daar een beetje de kleuren. Echt van die lekkere mooie bruine herfsttinten. Ik heb een code. Het is Sarah 20 of Sarah 25. Maar ik heb het vorige keer verkeerd gezegd. Dus ik zal hem hier de goede in beeld plaatsen. Maar dan krijg je in ieder geval 20 of 25% korting. Linkjes gaat altijd in de beschrijving. Alles staat altijd in de beschrijving. Ik vind Chiquelle echt een fucking chille site om te shoppen. Het is letterlijk de volgende dag binnen bij mij altijd. Super snelle verzending. Ze hebben altijd echt super veel leuke items. Dus ik ga jullie even weer een paar leuke items laten zien. Oh my god. Als eerst deze trui. Hoe leuk is hij? Dit is een beetje een donkerbruine kleur. Heel erg leuk. Echt perfect voor de herfst. Dit is maat XSS. Dus voor mij echt perfect. Lekker cropped. En deze legging. Deze sportlegging. Oh my god. I freaking love it. Hij zit zo perfect. Volgens mij is het maat M. Ik denk dat het maat M is. Hij is dus lekker hoog. Ja, het zit mooi aansluitend. Ik zou dit niet op elkaar dragen of zo hoor. Maar ik heb het nu voor elkaar gedaan. Dan deze pantalon. Deze is echt geweldig. Deze heb ik in maat 36. Dus hij valt best wel groot. Want ik heb normaal maat 38. Maar hij zit echt perfect. Heel leuk zo'n grijs kleurtje. Heb ik nog niet. Hele fijne pantalon. Echt zo'n leuk detail nu zo. Dat is natuurlijk helemaal de trend. En hij is perfecte lengte. Ik ben 1,70. Dus hier ben ik echt fucking blij mee. Deze top is echt... What the fuck? So cool. Gewoon holy shit. With this fucking bag. I mean... Dit is een outfit. Deze tas is van Naked alleen. Maar die top en die broek... Die staan ook echt ziek mooi bij elkaar. This is a look I like. Oké, dan deze zwarte top. Dit is gewoon... ja. Een hele simpele zwarte top, maar echt zo'n basic top waar je super van hebt. Met elke outfit kan stylen. Als je hier over een blazer doet, heb je al een helemaal leuk outfitje. En dit zijn echt van die topjes die ik eigenlijk niet snel koop, maar wel altijd tekort kom. Ik zoek altijd witte en zwarte basic shirtjes die gewoon mooi zitten, mooi zijn. Dit heeft echt zo'n mooie hals. En dit kan je echt met zoveel combineren, dus het is echt top. Oh my god, ik ben tot nu toe zo blij met alle items. Echt holy shit. Oké, dan deze ongelooflijke leuke oversized jurk. Hoe leuk is deze? Hij is zo heerlijk oversized. Dan hier heeft hij zo'n mooie hals. I really like it. Lekker oversized mouwen. Dit is gewoon super warm en echt top voor de herfst gewoon. Leuk met lovertjes bijvoorbeeld. Ja, ik vind het helemaal leuk. Oké, ik heb even geen broek aan door dat ik die jurk net aan had. Maar dan heb ik deze trui. Fucking leuk. Ook lekker krop. Deze heb ik volgens mij in maat S. Maar alles staat ook in de beschrijving. Ik vind dit kleurtje echt super leuk. Leuk met zwart, wit, grijs. Hoe bedoel je met die string? Ik vind die korte trui zoveel beter. Want ik weet nooit hoe ik een oversized trui moet dragen. Want ik zie er altijd als een aardappelzak uit. Als ik zo'n fucking brede trui aan heb. En dit is gewoon top voor de herfst. Want dan is het gewoon warm gesteld. En dan dus ook deze truijurk. Leuk in een beige kleurtje. Heb ik nog niet. Ik vind die mouwtjes heel leuk. Dat het hier zo strak is. En dan zo'n pof heeft. Weet je waar dit ook leuk mee is? Kijk. Met zo'n leren gilet erover. Wat een outfitje. Nou, jongens. Ik ben echt fucking blij. Dit zijn echt items die je zo chill kan hebben in de herfst. En in de het najaar. Fucking love it. Helemaal happy. Dit is echt met die lovertje. Is toch helemaal een leuk outfitje. Of ben ik nou helemaal gek geworden? Hallo allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb vandaag nog helemaal niet gevlogd. En het is al het einde van de dag. Het is echt de hele dag al keihard aan het regenen. Echt vies goor weer. Ik heb dus een soort van een beetje slag in mijn haar kunnen krijgen. Ik had na de douche allemaal volgegooid met crèmetjes en spulletjes en moes, weet ik het allemaal. En daarna heb ik het dus in een t-shirt op laten drogen. Dus nu ziet het er zo uit. Hebben jullie tips waardoor het dus mooier wordt, beter blijft zitten, weet ik veel. Let me know. Ik vind het best wel een beetje casual look. Ik ga gezellig vanavond naar Stalling. Ik ga er nu heen. 6 uur. Ik heb lekker school gezeten, opgeruimd, schoongemaakt, vlog geëdit, video, naked video. Dus echt van alles gedaan. Gewoon lekker productief. Dus de outfit is super leuk tref van Chiquelle. Deze broek van H&M is echt wel 3-4 oud. Ga je niet vinden. Is mijn favoriete broek ever. Zit zo mooi aangesloten. Echt perfect. Deze schoenen, Nike's. En deze kettingen zijn van Bijou Brigitte. En deze oorbellen zijn ook voor Chiquelle. Dus ik ga nu gezellig naar hem toe. En dan gaan we vanavond lekker bij hem eten. Gezellig. En we gaan Vampire Diaries kijken. Ik ben de grootste Vampire Diaries fan ever. Ik heb hem misschien wel 4 keer gezien. Ik heb het nu al een hele tijd niet gezien. En ik zeg tegen Stan elke keer. Wel 2 jaar. Hè? Ik zeg al 2 jaar lang. Stan, ik wil zo graag samen Vampire Diaries kijken. En ik heb hem eindelijk over te halen door een paar TikToks. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag en ik heb vanochtend eigenlijk geen kloten gedaan. Ik heb net lekker gedoucht en me opgemaakt, heel gezellig. En ik ga dus zo meteen naar Maggie toe. Daar gaan we gezellig eten. Daar ga ik gewoon gezellig eten en slapen. Ik hoop dus dat ik wellicht Maggie de roommate word in Amsterdam, maar dat... Ja, ik ga het gewoon uitspreken. Ik ga het gewoon manifesteren. I'm gonna be her roommate. And we'll see. Ik heb net een pakketje binnengekregen van de Zara. Oh, en ik ga even unboxen. Ik ga er een reel van maken. Hoe de items staan en hoe ik ze stijl. Dus check zeker de gram als je dat wil zien. Maar ik dacht even een kleine unboxing om jullie een beetje geïnteresseerd willen maken. Ik heb ook 2 luchtjes besteld. Want de Zara luchtjes zijn echt... Ik heb deze. Dit is de dupe van 1 Million. De Lady 1 Million. Lady Million. Nou, de 1 Million. Echt niet normaal. Fuck Jill. Maar ik heb dus nog 2 besteld. Oriental. Dat is C. En de Gardenia. En dat is Yves Saint Laurent Black Opium. Die heb ik ook. Ik moet dit echt niet bestellen. Ik heb zoveel parfum. Maar dat is dus deze. En die is bijna op. Dus ik dacht, we kunnen een vergelijkingstest doen. Leuk. Dit is gewoon €11. Dit is 16. Dit is echt €100 of zo. Het is echt niet normaal. Wel moet ik zeggen is dat de geur minder lang blijft hangen in mijn beleving. Maar sowieso als je een geur een langere tijd op hebt, dan ruik je hem op een gegeven moment niet meer. Nou, zo ziet hij er dus uit. What the fuck. Dit is gewoon precies hetzelfde. Gewoon echt precies hetzelfde. Nou, luchtjes zijn ook niet heel duur te maken. Je betaalt letterlijk voor het merk. Nou jongens, dit is gewoon letterlijk hetzelfde geurtje. Dit is echt een lifehack. Ja, het is gewoon precies hetzelfde. Oké, en dan deze. Zie, die heb ik zelf niet. Daarom heb ik hem in het groot. Ik moet deze even ergens anders bespuiten. Deze is zo lekker. Ja, dit is echt zo'n lekker overdag geurtje. Lekker over je kleding. Lekker. Oh, deze is zo lekker. Maar deze heb ik dus lekker in het groot. Want dan kan je lekker over jezelf heen sprayen. Dit is best wel een heftige geur. Dus deze zou eerder met uitgaan meenemen. En dat doe ik ook heel vaak. Omdat het echt zo'n perfect formaatje is. Echt een stevig flesje ook. Dat heb ik echt super vaak mee gewoon in mijn tasje. En dan kan ik gewoon lekker bijspuiten. En het boeit ook niet als die opgaat. Want het is €10. Dus als spuit je jezelf helemaal onder. Nobody gives a shit. Oké, hier ben ik echt al ontzettend razend blij over. Nou, ben ik alsnog shoplog aan het doen. Oké, dan heb ik dus zo'n parachute band. Oh my god, waarom weet ik dit nou maar niet? Nou, in ieder geval, het is zo'n broek. En je ziet die natuurlijk de laatste tijd niet normaal veel. Ik heb hem in maat 38 in het beige. En die hoort dus een beetje low-rise eruit. Ik ben heel benieuwd hoe het staat. Dus ja, ben je allemaal benieuwd hoe het staat? Dan moet je even de gram checken. Dan heb ik een heel leuk broekrokje. I love broekrokjes. Dus van voor lijkt hij een kort rokje. En ik vind korte rokjes echt helemaal het voor dit najaar. Maar het is gewoon een broekje. So you don't have to fucking worry about seeing your ass. Ik kan niet wachten om dit allemaal aan te doen. Dan heb ik deze super vette broek. Deze is ook best wel bekend hoor. Met glitters in het zwart. Ik dacht ook wel leuk voor het najaar. Dat heb ik ook in maat 38. Deze top. Die zag ook heel vet uit. Heb ik in maat XSS. Deze top. Leuk, leuk, leuk. Als laatste dit topje. Dit is gewoon een wit simpel topje. En daar heb ik er altijd tekort van. Ik heb echt 100 van dit soort topjes. Maar die zijn zo chill. En die heb ik in maat S. Dus ben je benieuwd hoe ik dit stijl en hoe het allemaal zit? Check de crème. Oké, ik ben even helemaal omgekleed en lekker opgemaakt dus. Dit is de outfit. Dit is de outfit. Yay, having a sleepover. So cute. Ik ben weer schat, Maggie. En ze heeft dus lekker pastaatje gekookt. Maggie is dus Italiaans. Yeah. So she knows what she's doing. Look, look, look. Yeah. Look at this beauty. It's, it's verse pasta van de Noordermarkt. Dat is vandaag gekocht met spinach en ricotta. Ja, het is echt. En fresh tomato sauce. Ja, oh, it's really nice. I love it. Yay, girls night. Dat is baby cool. We gaan espresso martinis maken. Hoi, ik ben hier. Je gaat niet meer zien, me. En er moet 100 ml wodka in. What the fuck? Dat is echt veel. Yeah. Oké, maar wat je dus moet doen, is dus een espresso shot. Dan koffielikeur, we hebben Baileys, maar je kan ook Kahlua doen. Wodka. En that's it. En ijs. Dus we hebben dit. Hier zit al ijs in. And you have to shake it all together. Okay, nice. Curious. Let's see. Okay, this 100. This is 100. No, this. I don't know how much this is. 4 centiliter was that? I don't know. 100. That's way too much. This is almost 100. No. Yeah, I'm gonna do this. Just do that. Yeah, that's okay. That's a shot, anyways. Er zit ook wel koffielikeur in. Ja, hier nee. Hier. Ja. This is just. You made it up. You made this up. Let's see if it's nice or not. I like Baileys, so. Ooh. Oh. Interesting. Nice. Maybe more. Maybe more Baileys. Let's do 2. Yeah. So let's do 1 and 1. I like Baileys, so I don't mind if it tastes like that. Alright. Okay, then the espresso with sugar. Toch? Yeah. Or did you put it here? Nee, it's here. Oh ja, beter. Dit zijn echt fucking handige ijsklontjes. Gewoon lekker groot. Hema. Echt? Ja. Dan heb je gewoon meteen 1 fucking brok. Dat is top. Shake it baby, shake it! Deze glazen zijn toch ook geweldig? Ja. Wat zijn het nou? €2 van? Sarah Home. Sarah Home. Oké, door de Baileys is het dus... It looks like a cappuccino. Ja. Yeah. Maybe it's very nice. Oké, let's try. I like it. Ja? Yeah? I really like it. It's literally like a alcoholic cappuccino. from Starbucks. Oh, we're gonna get drunk off these things. Yeah. This is fucking all awful. Only yeah, coffee. But I don't feel it. No. No. Exciting! Next. For me. It literally tastes something like it's from Starbucks. Yeah. But with alcohol. Yes! Okay, this is a recipe you all need to try. Yeah. Let me know if it works for you. Woo. Oké, Maggie en ik gaan dus uit. We gaan naar de subclub. En we zijn daar echt allebei al een jaar niet geweest. Ik ging voor corona, ging er echt elke zaterdag heen. Nu ben ik echt al super lang niet geweest. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Of het leuk gaat zijn. Nou, we'll see. Hebben we gezellig met de girl. Hey. 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 Was heel leuk, was heel leuk. A lot of old people. Ja, waren echt veel oude mensen. Fucking veel, hè? Ja, waren heel veel oude mensen. Weet je waar wij gewoon zin in hebben? McDonald's. Dus, de first stop, wij gaan naar McDonald's. En ik ga cheeseburger halen en kipnuggets. Naar huis. Ja, daar gaan we naar huis. Naar Oslo. Dat is Dutch slang. Naar Oslo, naar Oslo. Oh, Maggie. Dat is zo cute. Ja, we gaan naar Oslo. En dan gaan we lekker. Nee, we gaan eerst McDonald's eten, want I fucking need it. Maar het was wel gezellig, eerlijk? Ja, heel. Ik ben een beetje dronk, maar. I'm still okay. Yeah! Goedemorgen, Wout. Het is vandaag zondag. Met Maggie. En ja, wanneer je brak bent, moet je Maggie. Dus ik ga even laten zien wat. En Maggie. Maggie met Maggie. Maggie met Maggie. Part 2. Ja, part 2. Het is heet. Ik ga dit uitdoen. We hebben echt veel lekkere dingetjes. Dus ik ga even aan jullie laten zien. Ik ga niet de hele mukbang houden, maar ik dacht ik geef jullie even een kleine. Oh, hij niet. Oké. All the sauce. Oh, so like, much. Talking. Half English, half Dutch. Yeah, it was ketchup. No, what to? What should we start with? Cassoufflé. Die zijn niet normaal. Yeah? Zijn zo crispy. Yeah. Oh ja, klopt. Oké. We doen even een kaasvleesje voor de mukbang en voor de vlog. I like them. But they're not like... The one from yesterday was better. Yeah. But they like a McDonald's version. It's not like a kaasvlees. But I like that they're crispy. Yeah. This is not spicy at all. No. How sad. McDonald's like never has really spicy things. Nee. Also the... Spicy met chicken vind ik ook niet zo heel pittig. No, dat is true. Maar wel lekker. We hebben cheeseburger. Fries. Holy shit. Ja, maar kom maar, thanks. Goed. Wat goed. Oké, en we hebben kinderen. Het heet. What the fuck. En kinderrets. Nou, wij gaan lekker smikkelen. Oh my god, jam. Het zou geen weekvlog van Sara Verwoerd zijn als de vlog wordt geëindigd op maandag. Want elke zondag ben ik met Stan in de avond en vergeet ik het gewoon. Ik lijk wel... Wat de fuck zie ik eruit? Wat de fuck zie ik eruit? Oké, nou weet je... Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Ik heb echt een fucking leuke week gehad. Ondanks dat ik ook veel aan school moest, heb ik zo'n leuk weekend gehad met Maggie. Love it. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te sporten, likes, deel, abonneer, volg, you know. Support your girl. Doei doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...